Er wordt gezegd dat de samurai een tweevoudige weg heeft. Van het penseel en van het zwaard. En hij moet voor beide wegen voeren. Zelfs als hij daarvoor geen natuurlijke gaven bezit, kan hij samurai worden door onverdroten vast te houden aan beide aspecten van het leven. Eten is eigenlijk lucht, hè? Eigenlijk volgens mij geleiding. Daar komt niks.